Bij een frontale aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen op de N242 bij Nieuwe Niedorp is vrijdagochtend iemand om het leven gekomen. De vrachtwagen raakte in de berm en draaide een kwartslag om vervolgens met de cabine boven een slootje te eindigen. De Volkswagen Up belandde zwaar beschadigd op het talud. De klap veroorzaakte enorme schade. Brokstukken lagen over 100 meter verspreid in de omgeving. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De dienst Verkeersongevallenanalyse doet daar onderzoek naar. In verband met de hulpverlening en het onderzoek werd de N242 in beide richtingen afgesloten.